De buiten functie gestelde hoofdinspecteur van politie, Raoul Hellings, heeft vandaag puntsgewijs de buiten functiestelling door de korpschef betwist. Volgens Hellings heeft hij zich niet schuldig gemaakt aan de genoemde aantijgingen en zal hij daarom ook bezwaar aantekenen. Hij verwachtte echter dat deze maatregel zou komen, omdat de korpschef hem op de eerste protestdag had ontboden en hem had aangegeven dat hij als politieambtenaar daarop afgerekend zou worden. Hellings benadrukt dat hij voor alle protestdagen verlof had. Ik ben bij dagorder, ben ik elke dinsdag, woensdag en donderdag vrijgesteld van dienst. Omdat Gentle en ik wil zijn in het bestuur van de sportcentrale. Dus op de dinsdag, woensdag en donderdag zijn wij vrijgesteld van dienst. De dag worden en Gentle is op de maandag, dinsdag en woensdag vrijgesteld van dienst. Dus ook dat kunnen jullie dus. Ja, helemaal. Dus en die strafbare feiten, want we hebben de minister beluisterd, die zegt strafbare feiten. Dus er is aangegeven belediging van het openbaar gezag, vraag me af op welke manier, opruiing. En verstoring van de openbare orde. Volgens mij 173, 177 en 179 wetboek van strafrecht. Mm-hmm. Ja, ik heb die dingen bekeken en het is gewoon een stukje sensatie dat de minister de wereld in helpt enkel en alleen om zogenaamde buitenfunctiestelling te rechtvaardigen. In de brief buiten functiestelling staat ook dat de hoofdinspecteur zich schuldig heeft gemaakt aan het inzetten van dienstvoertuigen. Hij noemt dit nonsens, omdat hij nooit zijn dienstvoertuig heeft gebruikt op de protestdagen en hij de opdracht van de korpschef om het voertuig in te leveren heeft opgevolgd. Hellings gaat nu beargumenteerd deze buitenfunctiestelling aanvechten. Het staat dus aangegeven dat er een redelijk vermoeden bestaat dat ik me schuldig heb gemaakt aan misdrijven, oprooiing, ja. Belediging van het openbaar gezag. Nee, precies. Ik heb in tegendeel die demonstratie op goede banen geleid. Maar het mooie ervan is, wanneer we praten over misdrijven, praten we over strafrecht. Toch? En wanneer je wil praten over een redelijk vermoeden dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit, dan moet je dat met feiten en argumenten, of feiten en omstandigheden aantonen. En niet enkel en alleen aangeven dat er een redelijk vermoeden is. Dus die bloot. Nee, je gaat niet eerst onderzoeken. Je moet eerst dat redelijk vermoeden aantonen. En dat moet grond voor jou zijn om verder te onderzoeken. De voorzitter van de politiebond, Milando Atompay, onderschrijft de zaken die door Hellings naar voren zijn gebracht. Volgens hem maakt de staat de bevolking bang om te protesteren. Hij gaat echter een stapje verder door aan te geven dat de bond internationaal aan de bel zal trekken. Dus wat wij ook gaan doen, is dat we ook brieven zullen sturen naar internationaal gerespecteerde organisaties, zoals OAS, VN en ook naar de bazen van hun, van de regering, zoals Mark Rutte, president VS. Wij gaan ze duidelijk maken dat het nu meer regel dan wet is in Suriname. Dat mensen die praten worden opgesloten en als ze je niet kunnen opsluiten, dan word je buiten functie gesteld. Hoe ze proberen te muilkorven, moeten we duidelijk maken aan de internationale gemeenschap. Want dit kan niet. Zowel Hellings als Atompay geeft aan dat deze zaak niet zo gelaten zal worden. Ze zullen in eerste instantie in beroep gaan bij de minister, daarna de president en tenslotte zal de zaak bij de rechter worden aangevochten als er geen genoegdoening wordt gevonden. Indien nodig zal dan het pad van de OAS gekozen worden.